En het harde werk heeft zijn vruchten mogen afwerpen, stelt het EFS College COVAP in een persbericht. Het Opleidingsinstituut voor Werkers in de Gezondheidszorg kent dit jaar 100% geslaagden op HBO-niveau. Dat de lat hoog gelegd was, was duidelijk zichtbaar tijdens de presentaties van de studenten die 4 jaar geleden zijn gestart met de opleidingen Health Management en de lerarenopleiding. Onderwerpen als de ontwikkeling van de mediumwijsheid binnen het EFS College COVAP, professionalisering van docenten en competentiegerichte begeleiding binnen het psychiatrisch centrum Suriname gaven een duidelijk beeld hoe deze groep de kwaliteit van de zorg in Suriname naar een hoger niveau wil tillen. De studenten werden tijdens het verdedigen van hun thesis kritisch getoetst door deskundigen op de door hen aangedragen onderzoeksthema's. Uit hun respons daarop kon worden opgemaakt dat zij de diverse onderwerpen behoorlijk uitgediept hadden. De adviezen en aanbevelingen zijn heel concreet en kunnen zo worden aangewend voor beleid ten voordele van de totale Surinaamse gezondheidszorg. De afgestudeerden komen uit diverse instellingen, waaronder het COVAP, ziekenhuizen en zorg- en gezondheidsinstellingen.